Ik ben bij de zaak betrokken geraakt doordat Bertie Verstappen mij benaderd heeft. Dat was kort na de moord. En toen ik daar was, zei ze van, nou ja, we willen graag dat je meekijkt, dat je meehelpt als het kan. Omdat we niet weten of alles wel goed gaat. En toen heb ik gezegd, nou natuurlijk, dat wil ik doen. De moord op een jongetje van 11, dat grijpt iedereen aan. Ik denk dat er geen zaak is waar ik zo intens aan heb gewerkt als de moord op Nicky Verstappen. In die 20 jaar is het contact nooit verloren gegaan of verslapt. Integendeel, ik denk dat ik werkelijk duizenden telefoontjes heb gepleegd met Peter en Bertie. Tienduizenden kilometers gereden, heb honderden tipgevers gesproken. Ja, het is eigenlijk te veel om op te noemen. Ja, die dag dat ik dat telefoontje kreeg en wist van we moeten nu snel daar naartoe. Toen was ik in een soort state of shock ook. Want dit was het belletje waar we natuurlijk altijd op hadden gehoopt, waarvan we ons afvroegen, komt het nog? Hè? Breekt die dag ooit een keer aan? Dat zijn echt van die zeldzame momenten in je carrière, waar, ja, die ik over 25 jaar nog zo kan oproepen. Ik ben heel betrokken bij de familie. We zijn 20 jaar met elkaar opgetrokken. Femke Verstappen, de dochter, die heb ik leren kennen als meisje van 7. Dat is nu een volwassen vrouw van 27, zelf moeder van een kind. En ja, we zijn met elkaar vergroeid geraakt. En ik ben ongelooflijk blij voor de familie Verstappen dat er nu antwoorden komen. En dat emotioneert mij natuurlijk ook.